Het groot opperhoofd der Saramakaners, Albert Aboikuni, wil nu eindelijk erkend worden door de regering. Vertegenwoordigers van zijn kabinet hebben vanmorgen hieromtrent een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée. Sinds het inslapen van Gama Bell van Aboikuni is er nog geen duidelijkheid over zijn opvolging. De functie wordt naast zijn jongere broer Albert ook geclaimd door Frans Banay en Konu Pavion. Vooral de recente uitspraken van RO-minister Edgar Dikan dat er bij deze bevolkingsgroep een gezagsvacuüm is vanwege het uitbreken van een Gama, heeft voor woede gezorgd bij de aanhangers van Aboikuni. De afgevaardigden willen de erkenning van Albert via deze petitie versnellen. Iwan Ajako, secretaris van het kabinet van de Gama, zegt dat het groot opperhoofd volgende maand naar Paramaribo zal afreizen. Hij hoopt dat Aboikuni voor die tijd wordt geaccepteerd door de regering. Als je moest doen wat je graag ik ben van Karni, dan moet je ook een foto. Dan moest je doen dat ik mijn reis graag niet op kiezen ook als het. Dan moet je doen dat ik een verzoek naar je dat ik naar je bezoek. Dat je hebt hem dat je ontvangt. En dat basis voor het principe dat je tegen de regering via de Nationale Assemblée dat 5 februari a grama o antiaren ko duan belief heits besuk na a president fu a republiek Suriname. A briefi din enti de gaba. Dus if ti desere de Jimmy antwoord, a moro bu Jimmy. If tamara de Jimmy antwoord, a moro bu Jimmy. So snel mogelijk lig fa kami bes a wanyere antwoord fu den. Ajako meen dat de twee andere groepen herrieschoppers zijn. Hij benadrukt dat deze twee kandidaten geen aanspraak maken op de gamaschap. Before Gama Bell van Colassi, abe takas en dataki na Albert moet volgen op. Dus if den tra mij make den sandati dat de Neuroko focus aan traditie, dat mij nog maar begrijpt toe, taki a overheid is snapu, e luku, opposante, e rigeri, nanga wang, rechtmatige opvolger voor Agama. Dat de Neuroko, dat de snapu nog erbij eten, dat de ontvangstelijke gesprekpartners. Dat ik vind dat het ondermijnend naar Asamage gezag, het traditioneel gezag voor Asamage gebied. Iwan Ajako, secretaris van het kabinet van de Samaka Gama, Albert Aboikuni. Hij heeft vandaag namens het groot offerhoofd een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée.